Je wil gewoon een keer dat het stil is. Dat is soms, ja, daar probeer ik gewoon eigenlijk niet meer aan te denken, want dat gaat nooit meer gebeuren. Dat klinkt wel heel heftig of zo, maar dat is wel zo. In deze serie date ik met mensen die het dagelijks leven niet zo snel tegenkomt. Ik weet wel waar we over gaan praten, maar nog niet met wie. Stilte of geluid om je heen? Geluid om me heen. Naar een festival of thuis chillen met je vrienden? Festival. Liever doof of tinnitus? Tinnitus. Liever een piep of een ruis? Een ruis. Deze week date ik met Noor. Zij heeft tinnitus. Hey Noor. Hey, kom zitten. Dankjewel. Hey. Hoi. Zijn er dat je liever een ruis hebt dan een piep? Ja. Waarom is dat? Omdat een ruis denk ik wat zachter is dan de piep die ik hoor. Die is gewoon super fel en best wel hard. Dus ik zou dat dan liever willen eigenlijk. En een ruisgeluid lijkt voor mij gewoon wat fijner. Ook omdat ik dat eigenlijk nu gebruik om af en toe in slaap te kunnen komen. Oh, echt? Ja, ja, dat is dan, ja, vaak wordt dat white noise genoemd. Ja. Wit ruis, dat is dus ja, best wel gewoon rustgevende geluiden van regen tot de zee of wind. Het is echt alles wat je kan bedenken als het maar een beetje gaat om achtergrondgeluid, zeg maar. Ja. Heb je een favoriete white noise? Ja. Wat dan? Dat is ja, een beetje regenwoudgeluiden. Dus gewoon heel erg die vogeltjes en regen. Maar ik wist het ook wel af hoor. Want op een gegeven moment heb je dat hele oerwoud wel gehad. En dan vind ik de zee ook best wel fijn. Hoe ziet jouw Spotify rap eruit? Nou. Wat is je top 3? Ik denk oprecht de white noise. Maar dan heb je natuurlijk ocean sounds. En je hebt ook één playlist die heeft iets van 20 uur aan allemaal zonnegeluiden. Ja, klinkt, dat is mijn als ding. Een banger. Ja, ja. Precies. Ja. Ja. Kan je me uitleggen wat tinnitus precies is? Tinnitus is een piep of dus een harde ruis die je hoort. Het uitzicht in verschillende tonen als het ware. Hmm. En bij mij is dat oorzaak gekomen als ja, geluids- of gehoorschade. Maar het kan ook komen door heel erg stress. Echt? Ja. Maar dat is wel wat zeldzamer volgens mij, als ik het goed heb. Oh. Of het kan komen door één harde klap, dus één kort moment. Soms hoor je het wel eens bij mensen met vuurwerk of zoiets. Ja. Of als je een harde val hebt gemaakt. Mensen met een heftig ongeluk, die kunnen het ook oplopen. Want wat hoor jij precies? Ja, ik hoor dus echt een piep. Dus ja, ik vergelijk dat een beetje met een hele oude tv die je aan of uitzet. Ja. Of... En hoor je die nu ook bijvoorbeeld? Ja. Vergeet je hem ook wel eens? Is hij soms ook wel eens helemaal weg? Ik denk nooit 100%. Je hoort hem of, nou ja, als altijd. Ik slaap, maar ja, ja. Ja, of tenzij ik dan mijn oortje in heb met muziek of zoiets. Okay. Dan kan ik hem wel... Ja, dan is hij wel weg eigenlijk, ja. Denk ik. Ik ben nu wel benieuwd naar welke toonhoogte dan is. Nee, ja, ik heb altijd een filmpje wat ik wel eens laat horen... waar je in verschillende tinnitus geluiden dus zijn nagebootst. Ja. Mag ik die horen? Ja, ik ben serieus wel echt benieuwd. Ja, nee, dat kan. Ja? Ja. Oké, okay, laat het horen. Oké. Okay. Ik zou hem nu gewoon op play drukken. Ja. Ja, dat is echt precies wat ik hoor. Dit is hem? Mm-hmm. Ja. Wow, yo. En dit hoor je constant? Ja. Ja. Op wat voor momenten heb je er dan het meest last van? Nou, ik heb er het meest last van als het stil moet zijn. Ja. Want dan is het niet stil voor mij. Dus momenten dat ik moest studeren of slapen of werken of ja, een focusmoment even nodig heb, dan is dat er niet. En ja, wat ik daarbij heel erg merk is dat het me dan heel erg kan frustreren. Ja, daar hoopt toch wel een soort frustratie op of geïrriteerd of boos. Of... Oké, een even domme vraag misschien, maar als je je linkeroor dicht doet of als je... Kan je er iets mee doen om dat te verzwakken? Nee. Nee, nee, helaas. Ik hoor het ook wel eens van mensen die hebben dan de gouden tip voor mij. En dat zijn noise cancelling oortjes. Oh ja, ja. Maar ja, het geluid komt niet van buiten, zeg maar. Als ik die noise cancelling indoe, dan hoor ik het eigenlijk... Dat is het enige wat ik dan nog hoor. Ja. Omdat het eigenlijk dus wel iets is wat je brein, zeg maar, naar je ja, gehoorstelsel toe signaleert. Ja. Dus het is iets wat je altijd hoort. Want het komt eigenlijk technisch gezien uit jouw hoofd. Wow, dus als je doof bent, hoor je het dan bijvoorbeeld ook? Ja, dat kan volgens mij wel. Hoe heb je eigenlijk tinnitus gekregen? Dat was eigenlijk toen ik al best wel jong was. Ik was toen ongeveer 16. En dat was eigenlijk omdat ik ja, toen al best wel vaak uitging of feestjes. Of... Dus wel echt hele harde muziek.
En ik wist wel dat het kon voorkomen dat je na het uitgaan een piep hoorde. Ja, dat, maar ja, s'avonds dan was ik daar niet zo... Dan schrok ik daar niet echt van. Dacht ik, ja, nu kom ik net thuis. Dus het is logisch. Dat heb je wel vaker. Ja, dat heb je wel vaker. Je hoort van meerdere mensen die dat wel eens voor één avond hebben. En dan is het volgende dag weer weg. Maar de volgende ochtend werd ik wakker. En toen had ik het eigenlijk nog steeds. Dus toen was ik eigenlijk best wel geschrokken al. Maar zelfs toen dacht ik, nou, ik laat het nog even afwachten. En misschien dat ik er niet iets lang was. En dan is het morgen wel weer weg. Ja, weet je nog waar je was? Ja, thuis, in bed. Ja. Ja. Dat je gewoon wakker wordt en denkt, hè? Het is er nog. Dit is raar. En toen? Ja. Nou, ik weet wel nog dat ik het wel een paar dagen probeerde af te wachten. Maar ik ben er wel gelijk heel veel over gaan opzoeken. Oh ja. Dus het eerste wat ik had gegoogeld is piep in je oor. En het eerste wat je dan weer krijgt is tinnitus. En dacht ik, eigenlijk wist ik er vrijwel niks van. Nee. Wat ik toen heb gedaan, toen het besef bij mij kwam, was gewoon naar mijn moeder toe gerend. Ik zei, mam, dit is zo raar, maar ik heb dit gewoon al nu de hele week en het gaat niet weg. En ik heb dit erover gekoeld. Ik was zeg maar alles aan het ratelen. Al mijn gedachten waar ik over had gepiekerd, weer uitgegooid bij haar. En zij dacht ook, oké, wat? Want zij wist er eigenlijk ook niets over. Nee. En dat is dus wat ik denk ik ook lastig vind, is dat neem ik niemand kwalijk hoor. Maar ik ben er nooit over voorgelegd dat ik oordop mee moest doen. En dan zullen de mensen vast ook wel zeggen van, joh, kan je zelf ook wel misschien bedenken. Ja, als je bent 16. Ja. Je weet het niet. Ik was gewoon best jong. Ja. En wat was dan het eerste besef dat je dacht, dit gaat echt nooit meer weg. Dit is tinnitus. Toen ik eigenlijk naar de huisarts ben gegaan. Toen is er vrij direct gewoon een verwijzing gekomen naar de KNO-arts. Dat is natuurlijk een arts die gewoon hiervoor is gespecialiseerd. En die me daar gewoon veel beter in kon helpen. En eigenlijk was het heel snel duidelijk. Er was ook echt geen onderzoek voor nodig, bijna. Het lag gewoon best wel voor de hand. En ze kunnen er ook niet zoveel aan doen. En ik weet nog dat ik dat heel moeilijk vond op dat moment. Ja, want wat voelde je toen? Ja, het was wel echt heel verdrietig eigenlijk. Ja? En ook wel paniek. Ik dacht echt van, maar geen behandeling. Of soort van, we kunnen toch nu gewoon wat gaan doen? Ja. Ik snapte dat niet. Ik snapte niet waarom ik zo... Ik was ook heel snel weer weg eigenlijk toen. Ik weet dat mijn moeder in de auto zat, dat ik wel ook echt heel hard moest huilen. Het is niet... Ik weet nog dat ik in het begin ook dan heel veel googelde en dan was er een artikel met tinnitus medicijn of tinnitus behandeling. En dacht ik, yes, zie pillen je wel. Pillen tegen tinnitus. Ik dacht echt, zie je wel, dat er moet toch op een gegeven moment iets voorkomen. Maar dan was het gewoon een beetje hetzelfde van je kan gaan mediteren. Of dacht ik, ga ik nu mediteren? Dat gaat mij echt niet helpen. Ik was er ook best wel lager een beetje dwars in, denk ik ook, daardoor. Hoe was die periode daarna? Hoe heeft het, zeg maar, je leven veranderd? Ja, dat was vooral met slapen had ik in het begin heel veel probleem. Dus dat was gewoon in slaap komen, want dan lig je in bed en dan is het gewoon dat keiharde geluid. En dan, als er iets is wat je wil als je gaat slapen, is dat het donker is en dat het stil is. Ja, sliep je veel minder daardoor? Ja. Nou, veel later sliep ik altijd. Ja. En dat als je dan nog naar school gaat ook, dat is wel moeilijk. Dan, op een gegeven moment is je lichaam zo moe en dan dommel je wel weg. Maar in het begin kan je niet meer echt natuurlijk voor mijn gevoel in slaap vallen. Ik heb soms, als je gewoon überhaupt hebben mensen dat ze niet kunnen slapen, dan is in de nacht is alles erger en alles enger. En ik weet niet, dan ben je ook alleen. Voor je gevoel slaapt de hele stap behalve jij en dan is het gewoon... Hoe laat praten we dan? Hoe lang lig je dan wakker? Nou, dat is 2:30 of zo. Ja. Maar het kan soms echt, ik heb het wel eens licht zien worden. Echt? Ja. Dan dacht ik echt, laat maar, de dag heeft al geen zin meer. Dat klinkt echt heel negatief, maar... Ja, maar ik kan het me wel voorstellen als je dat zegt. Van als dat... En die piep gaat daar niet mee weg, het blijft doorgaan. Ja. En dan moet je toch maar weer een dag beginnen. En zijn er andere dingen die je niet meer kon doen? Met... Leren of studeren, vond ik dat soms wel moeilijk. Ja. Je wil gewoon een keer dat het stil is. Dat is soms, daar probeer ik gewoon eigenlijk niet meer aan te denken, want dat gaat nooit meer gebeuren. Dat klinkt wel heel heftig of zo, maar dat is wel zo. En kan je nog uitgaan bijvoorbeeld? Ja, dat kan nog wel. Ik merkte in het begin dat ik daar wat paniekeriger over was. Mm-hmm. Dus de moment dat ik uitging, had ik dan die oordop op. En dan zat ik, weet nog in het begin, dat ik echt zo zat. Want ze moeten goed inblijven, want er mag echt geen schijntje geluid doorheen komen. Nee. En op een gegeven moment was ik daar natuurlijk wat relaxter in. Want eigenlijk de momenten dat ik het meest het spannend vond, was het moment dat ik thuis kwam. Tuurlijk, oh ja. Dan dacht ik, oké, dit is niet harder, het is niet erger. Het is volgens mij gewoon hoe het was. Waar was je dan bang voor?
Nou ja, dat, het kan zijn dat het dus, dat tinnitus harder wordt, dat het geluid harder wordt. Of, oh, wow. Ja, of straks komt er een andere ruis bij. Ja, dat weet ik ook natuurlijk niet, maar... Dat kan? Volgens mij kan dat wel, ja. Wat vind je dan nu het moeilijkste aan tinnitus hebben? Ik denk het moeilijkste aan is toch het omgaan met het feit dat het nooit meer weggaat. Als ik even heel druk ben of als ik dus even stilte nodig heb en dan merk ik gewoon dat ik op sommige momenten heel gefrustreerd kan raken. Of een beetje ja, onbegrepen of zo. Als ik dan in mijn omgeving vertel van nou, het lukt even niet en laat me maar even, dan vragen mensen best snel van hé, maar wat is er dan? Dan denk ik ja, dat is omdat ik dus hier last van heb. Ja, mensen vergeten het ook gewoon een beetje omdat ja, je verder niks aan mij ziet natuurlijk. Nee. Dus, ik zou helemaal gek worden als het dat in mijn hoofd zou zitten. Ja, dat word je soms ook wel, maar daar werd ik soms ook wel een beetje angstig van. Ja. Dat ik denk, ja, ik zou niet echt de controle over mijn eigen ja, gevoel willen verliezen of zo. Heb je wel eens dat het compleet uitzichtloos is? Dat je er zoveel last van hebt dat je het even niet meer weet? Ja. Ja, die momenten heb ik wel eens helaas. Ook nog steeds. Vroeger gewoon meer dan nu. Maar dat zijn gewoon momenten dat je dus wil afleiden van het geluid. Dus dan ga je iets opzetten, iets proberen. En dat lukt gewoon niet altijd. En dat zijn wel de momenten dat ik denk, oh, wordt het zo nacht of zo. Nacht, ja. Dus het gebeurt meestal 's nachts. Ja, voor mij, ja, als ik gewoon moet slapen, dan heb ik daar gewoon wel last van. Op een gegeven moment komt er een moment dat gewoon zich zo ophoopt, dan word ik altijd een beetje moedeloos. Een beetje verdrietig, soms ook wel. Dat ik denk van, ach, ik kan het. Dan ben je ook gewoon echt moe op een gegeven moment. En wat werkt dan voor jou om jezelf een beetje perspectief te bieden? Ja, dat vind ik wel lastig, maar ik probeer me toch wel vast te houden aan momenten dat het wel goed gaat. Dat ik gewoon wel een goede week gewoon lekker heb geslapen en dat ik me er niet te veel aan frustreer of dat ik snel ben afgeleid of dan heb ik een nieuw, ja, zo simpel als dat, maar een nieuw liedje wat ik heel leuk vind, dat ik veel luister op de fiets of zo, ja. En dan, ja, dat zijn voor mij dus de fijne geluidjes en dat, ja, dat gaat dan gewoon heel goed. En denk ik, zie je wel, het kan ook wel goed gaan. En dan probeer ik altijd daaraan te denken van oké, nu is het gewoon weer even zo'n moment dat het gewoon echt niet lukt, maar dat is ook wel oké. Ik denk wel, het accepteren biedt ook wel perspectief. Dat moet je echt doen, want als je dat niet doet, dan lig je jezelf eigenlijk een beetje voor, denk ik, bijna. Ja, ik had helemaal niet beseft dat het zo mentaal was, maar het is 100% mentaal. Ja, ik neem het soms heel letterlijk. Dan zeg ik, oké, er komt nu een klein kind naast je staan en die gaat echt keihard in jouw oor gillen. Ja, succes met de rest van je dag. Ja, dat is heel irritant. En je wil dan bijna zeggen van, stop daarmee. Maar dat kan je 10 keer zeggen of 10 keer vragen, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. In de dilemma's zijn nog liever tinnitus dan doof. Ja. Dus je hebt wel echt een manier gevonden om ermee te leven, klopt dat? Ja, ja, ja? Dat klopt wel. En ook omdat ik ook nog gewoon geniet van ander geluid. Ja, voor het kader van muziek. En ik vind het fijn als ik met al mijn vrienden aan het praten ben. Ik hoor hun leuke verhalen, soort van dat is wel allemaal waar ik mijn gehoor nog gewoon voor nodig heb. En die heb ik gelukkig nog. Dus ik probeer dat wel los van elkaar te zien. Een soort van mijn oren waarmee ik echt dingen kan horen, dat is gewoon top. Maar dat die niet is, dat is natuurlijk gewoon de negatieve kant eraan, zeg maar. Ja. Wat voor toekomstperspectief heb je hier nog in? Dus heb je enige hoop dat het nog weggaat of dat er dingen aan te doen zijn? Ja, die hoop heb ik stiekem wel een beetje. Ja, soms probeer ik heel erg aan de toekomst te denken. Dus nou, tegen de tijd dat ik 60 ben, dan is er vast wel een soort apparaatje, een soort zender wat ze in mijn hoofd doen of zo, en dan is het weg. En aan de andere kant ben ik ook wel eens bang van straks wordt het erger als ik ouder ben, of dan gebeurt er wel een keer iets met hard geluid wat ik dan niet kan voorbereiden, zeg maar. Dus dat ik dan, ja, ik weet niet, dan ben ik altijd bang van ja, dan zal je zien met oud en nieuw, dan komt er een vuurpijl naast moor of zo. Ja. Dat ga ik dan denken, maar dat gaat niet gebeuren. Maar dat is een beetje waar je dan bang voor bent, denk ik. Wat zijn voor jou de manieren om hiermee om te gaan? Ik heb dan 1 keer zo'n cognitief gedragstherapie gehad. Mm-hmm. En dat klinkt best lastig, maar dat is eigenlijk gewoon iemand die je helpt hoe je in bepaalde situaties kan handelen en kan omdenken, zeg maar. Dus, ja, je hebt ook wel eens natuurlijk mensen die EMDR-therapie volgen. Dus dat is voornamelijk voor trauma. Ja. Daar heb ik wel eens over nagedacht, maar nog niet geprobeerd. Of een soort coach kan je ook hebben. Een soort buddy-achtig systeem bestaat er ook. Ja. Ja, dat je samen een keer
daarover gaat hebben. Lekker van, muziek kan gaan luisteren. Dit is gewoon echt kut. Want jij durft nu wel gewoon nog uit te gaan. Ja, het gaat nu al zo lang goed. Omdat ik er dus gewoon heel erg oplettend op ben. En als het dan ook een keer niet kan, dan ga ik ook weg. Ik heb wel eens een vakantie gehad dat we dan uitgingen. En toen lagen mijn sleutels nog op de kamer. Waar dus mijn oordop aan zitten. Ja. Ja, en toen kwamen we naar binnen en dacht ik, shit, ik ben het vergeten. Maar ik dacht, oké, we gaan even kijken. Misschien een soort barretje en dan staat het helemaal niet zo hard. Maar het was echt knijterhard. En toen heb ik wel gezegd van, ja, ik ga. Ik moet naar huis, want ik kan hier niet staan zonder. Ja. Dus dat was dan wel gek. Ik las dus dat de gemeten decibel die toegestaan is in clubs, is afgesteld op mensen met oordoppen. Nou. Dus dat als je ze uitdoet, dat het op dat moment schadelijk is. Ja, ja dat kan ook bijna niet anders dan als je daar staat. Dat kan, het voelt ook denk ik niet helemaal goed, toch? Maar wat vind je daarvan? Als jij tinnitus hebt en je hoort dat. Ja, ik vind dat wel moeilijk. Maar aan de andere kant denk ik, als je dus mensen er goed over inlicht, dan kan het wel. Want dan kunnen mensen zich er dus voorbereiden door een oordop te kopen. Maar dat zie ik bijna nooit. En dat vind ik wel een beetje raar. Nee. En word je niet helemaal gek als je mensen zonder oordop ziet staan in het publiek ergens? Ja, als ik het zie, vooral als mensen die helemaal vooraan staan, als ik die dan zie zonder, dan denk ik, ik ben wel naar mijn omgeving best wel hard daarin, hoor. Ja, want wat zeg je tegen je vrienden? Nou, doe gewoon je oordop in. Dat is ook niet zo moeilijk, toch? Nee. En ja, mensen moeten er vooral een beetje gewend aan raken, want ze vinden het dan vervelend dat je de muziek... Ja, de muziek is wel enigszins gedempt. En het voelt gewoon een beetje gek. Je moet er gewoon best wel een beetje aan wennen, dat geluid. Ja, want dat heb ik zelf ook altijd. Dan neem ik oordoppen mee en dan doe ik ze halverwege op de avond doe ik ze dan weer uit, omdat het gewoon kut zit. Ja. Heb je nog tips daarvoor? Nou, dat is wel dus het voordeel met die op maat gemaakte oordoppen. De geluiden, zeg maar, die worden geblokkeerd, zijn dus die hele harde basgeluiden. Maar de mensen die je dus even wil verstaan als je met mensen gaat praten, die zachtere geluiden, zeg maar, komen er wel beter doorheen. Dus je kan gewoon praten op de dansvloer? Ja, het wordt veel beter gefilterd. Dus dat hoort gewoon veel fijner. Omdat je dan dus niet het gevoel hebt dat je soort van twee proppen in je oor doet en een beetje vaag iets hoort. En dat is... Dus ik moet op maat gemaakte oordoppen halen? Ja, het is wel fijn. Het is wel iets prijziger, maar sommige zorgverzekeraars die verzekeren het volgens mij nu ook. Oké, en zijn er ook oordoppen die je niet moet dragen? Ik zie soms dus wel eens, op festivals kan je dan oordoppen kopen. En ik heb wel eens gezien dat ze dan van die gele schuim oordopjes verkopen. Ja. Maar dat is een beetje gek, want dat zijn oordoppen om te slapen. Dus die dempen de bas helemaal niet zo goed als die siliconen oordoppen. Oh, echt? Ja, oh, dat is helemaal niet echt daarvoor bedoeld. Dus dat vind ik altijd een beetje raar ook. Okay. Ja, ik denk toch dat mensen dan niet helemaal goed over zijn ingelezen. Dus dat ze denken, ja, een oordop is een oordop. Doet de piep pijn in je oren? Nee. Doet geen pijn. Nee, wat voel je dan wel? Het is meer irritant. Maar pijn zou ik het niet willen noemen. Als je jouw tinnitusgeluid kon kiezen, wat zou je dan willen? Het liefst een ruis. Ja, maar je mag echt alles kiezen, hè? Oh ja, dan is het echt het geluid van een ventilator. Nee, maar echt alles. Het mag ook een nummertje zijn. Nou, nee, dan zou ik helemaal gek worden, denk ik. Nee? Nee, geen muziek zou ik dan doen. Want dat is dan voor de rest van mijn leven. En dan heb ik liever misschien een constant geluid. Dat was hem. Top. Wat is dan nu eigenlijk jouw favoriete nummertje? Dat is nieuwe nummer van No Art. Van wie? Van No Art. Hoe gaat die ongeveer? How You Feel. Zingen. Ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Vergeet niet te liken en te subscriben. En laat weten in de comments wie jij hier zou willen zien zitten.